Hallo, ik ben Margot van Veghel van de Aquarel Academie en van het Aquarel Blog. Er wordt mij vaak, vooral zomers, de vraag gesteld: Margot, ik wil lekker gaan aquareleren, maar het is zo heet buiten dat de verf eigenlijk te vlug droogt. Heb jij een tip voor mij? Ik heb daar wat op bedacht. Je moet goed drinken als het warm weer is. En dat geldt eigenlijk ook voor je aquarelpapier. Voordat je gaat aquareleren, je hebt je tekening alvast op je papier gezet. Dan draai je je papier om en maak je eerst de achterkant van je papier heel goed vochtig. Vochtig, eigenlijk nat. Kijk, ik doe het even voor met een plat penseel. Bevochtig ik mijn aquarelpapier. Ik wacht even een minuutje. En dan doe ik het nog een keer. Om zeker te weten dat de achterkant van het papier heel goed vochtig is. Dat het water dus goed al in het papier getrokken is. Je hoeft niet bang te zijn, de voorkant van het papier wordt niet nat. Want het gaat niet door en door. Dan draai ik mijn papier om. Ik leg hem op mijn ondergrond. Je kunt het eventueel een beetje aanduwen. En dan kan ik gaan starten met het aquareleren. Het voordeel nu is, omdat het papier eigenlijk al behoorlijk verzadigd is van water, duurt het dus langer voordat hij weer helemaal opgedroogd is. En dat geeft mij meer schildertijd op de voorzijde van het aquarelpapier. Veel schilderplezier! Dit was Margot van Veghel van de Aquarel Academie en het Aquarel Blog.